Goedemorgen allemaal, welkom hier in Wieringerwerf. En ik moet zeggen, wat een genot om hier voor te mogen staan, want 2 minuten geleden vroeg ik van wil iedereen gaan zitten en het wordt vanzelf stil. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dus bedankt al voor. Dus dat ziet er ook goed uit voor de rest van de dag. Betekent dat we hebben een strak schema, dat betekent dat we dat waarschijnlijk ook nog gaan halen ook dan. Nou, we zijn hier vandaag voor de jaarlijkse workshop asfaltdijkbekledingen. Ik denk dat workshop doet niet helemaal recht aan deze dag. Ik denk dat het ook een kennisdag asfaltdijkbekleding is. Dus een workshop en kennisdag. We gaan vandaag vrij veel horen over wat er gebeurd is. Maar het heet workshop, er zit ook een workshop element in, daar kom ik dadelijk nog op terug. En we hebben het weer mee, want vanmiddag gaan we ook nog naar buiten. En daar kom ik straks ook nog even op terug. Ik zal beginnen met wie ik ben. Nou, want ik keek zo de zaal in. Ik ken niet heel veel mensen hier in deze zaal. Dus ik ga er ook vanuit dat niet iedereen mij kent. Ik ben Peter Blommaert. Ik ben senior adviseur bij de afdeling waterkeringen van Rijkswaterstaat, Waterverkeer en Leefomgeving. En van origine ben ik civiel technicus en grondmechanicus. Ik ben ook ooit begonnen bij wat nu Deltares heet. En wat doe ik hier dan, bij asfalt? Nou, ooit ben ik vanuit Rijkswaterstaat projectbegeleider geworden van het project asfaltdijkbekledingen. Het meerjarig onderzoek asfaltdijkbekledingen. Zo is mijn betrokkenheid ooit begonnen en langzaamaan heeft die betrokkenheid zich uitgebreid. En nu ben ik opdrachtgever namens Rijkswaterstaat voor het meerjarig onderzoek asfaltdijkbekledingen. En ik ben voorzitter van de stuurgroep asfaltdijkbekledingen. En het opdrachtgeverschap, dat doe ik samen met Ludolf Wenthold. Die er vandaag niet is, zie ik. Van de STOA. Dus wij met z'n tweeën zijn de opdrachtgevers van het meerjarig onderzoek asfaltdijkbekledingen. En daarna hebben we ook nog een WTI-spoor, maar daar kom ik zo meteen nog even op. Want hoe ziet, ik zal ook eens kort iets vertellen over hoe het nou eigenlijk in elkaar zit met die hele organisatie rond asfaltdijkbekleding. Want vooral het laatste jaar is er nog wat over te doen geweest, over de positie van de KGA, de klankbordgroep asfaltdijkbekledingen. En hoe is nou de link met EMW? En er is afgelopen jaar wat over te doen geweest. Dus ik denk nou misschien nog eens een keer verduidelijken hoe het nou in elkaar zit. We hebben opdrachtgevers, dat heb ik al gezegd. Die opdrachtgevers, die weten ook niet alles van asfaltdijkbekledingen, dus die laten zich bijstaan door een stuurgroep. Dat zijn de 2 opdrachtgevers en in die stuurgroep zit ook Harme Faber van Rijkswaterstaat en Ruud Joosten van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Met z'n vieren vormen wij de stuurgroep. En aan ons is de taak om grofstoffelijk te zorgen dat de goede dingen gebeuren. Nou, dat verzinnen we allemaal niet alleen, want er is natuurlijk een projectgroep, degene die het werk doen, die verzinnen, die de voelhorens naar buiten hebben. Die projectgroep die wordt gevormd door mensen van COAC NPC, Deltares, de TU Delft en Kees Montauban. En de projectleider van de projectgroep, dat is Joris van Ruiven. Die horen jullie vanmiddag ook nog, of vanochtend ook nog. De stuurgroep en de projectgroep die laten zich dus bijstaan door de klankbordgroep asfaltdijkbekledingen. En dan, hoe moet je dat positioneren? Nou, eigenlijk is die klankbordgroep volgens mij, en dat waardeer ik ook het meeste, onafhankelijk. En die komt van de vraagkant, die komt van de beheerders, die weten waar de problemen zitten, die weten wat er nodig is. En daarnaast zit er ook verstand van asfaltdijkbekledingen in de klankbordgroep. Dus voor ons een hele belangrijke groep. Daarnaast hebben we nog een andere spoor rond asfaltdijkbekledingen in het WTI, het wettelijk toetsinstrumentarium, waar toetsmethoden in ontwikkeld worden. De opdrachtgever daarvoor is van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het directoraat-generaal Ruimte en Water. En die geven opdracht aan Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving om werk te doen. En voor het WTI is er een IPM-team, een integraal projectmanagement team. De meest prachtige afkortingen komen langs. En voor bekledingen is er een clusterleider. En die clusterleider voor bekledingen, dat is Astrid Labrière. Die zit hier op de eerste rij. Ja,
En een onderdeel van bekledingen is weer asfaltdijkbekledingen. De mensen bij Rijkswaterstaat die hebben counterparts bij de Altaris. Want wij als Rijkswaterstaat, wij doen het werk niet zelf, we laten het doen. En bij Deltares is er een projectmanagementteam. En er is een clusterleider bij Deltares. Dat is ook de projectleider van de prikgroep, dus dat is Joris van Ruiven. Ja, dus dat lijntje is gauw gelegd. En het projectmanagementteam die laat zich voor de inhoud van alles wat er gebeurt adviseren door de klankbordgroep asfaltdijkbekledingen. En in ieder geval door mensen uit de klankbordgroep asfaltdijkbekledingen. Daarnaast laat het projectmanagementteam van Deltares zich ook informeren door een coördinatiegroep. Coördinatiegroep, daar zitten beheerders in. En alles wat verzonnen wordt in het WTI-programma, daar gaat het om dat het ook praktisch toepasbaar is. En daar let de coördinatiegroep op. Dus en die hebben een inhoudelijke klankbordgroep binnen het WTI. Voor ieder deelproject van het WTI is er een inhoudelijke klankbordgroep en een toepasbaarheidsklankbordgroep. En zoals jullie zien, mist in dit plaatje ENW. Want hoe gaat het eigenlijk? Producten die worden uiteindelijk aangeleverd aan DGRW, want dat is de opdrachtgever. En DGRW kan, als ze daartoe aanleiding zien, advies vragen aan ENW. Dus dat betekent dat er geen direct lijntje meer is tussen de klankbordgroep en ENW. Is dat erg? Nou, ik denk het niet, hè, want wij zijn toch de meeste mensen hier in de zaal zijn inhoudelijke mensen. En die zijn allemaal eigenwijs genoeg om toch hun mening te geven als ze vinden dat dat nodig is. En dat stellen we ook heel erg op prijs. Hè. Dat is ook een stukje onafhankelijkheid van zo'n klankbordgroep. Dit is een stukje van zoals op dit moment de organisatie eruit ziet, want niks is zo veranderlijk als de mens. Dus hoe het er over een jaar uitziet, wie weet. Heeft iemand hier vragen over? Is dat duidelijk? Niet duidelijk? Nou, Mark. Een stukje geschiedenis over hoe lang zijn we al bezig eigenlijk met dat asfaltdijkbekledingen verhaal. Nou, dan zijn we al in 2006 zijn we daarmee begonnen met een 5-jarig programma. In 2010 had dat afgerond moeten worden. Er waren wat strubbelingen. Dus we hebben daar een jaar aan vastgekoppeld. Het jaar 2011, een soort overgangsjaar. En in 2012 zijn we met een nieuw 5-jarig programma begonnen. Ik ga er verder niet op in, want Joris van Ruiven die zal daar dadelijk wat meer in detail op ingaan van wat er gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren. Ooit hadden we 4 thema's rond het onderzoek. Nu kijken we meer naar de beheerscyclus. Ontwerp, uitvoering, beheer, toetsing en daar is nu eigenlijk het project en de projectstructuur aan opgehangen. Maar zoals gezegd, Joris gaat er dadelijk meer over vertellen. En we hebben een website. Tenminste, we hadden een website. En we gaan weer een website hebben. We zijn met STOA in overleg van waar is onze website gebleven en hoe brengen we hem terug. Dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Maar ook dat heeft tijd nodig, omdat er zitten allerlei mensen die daar een mening over hebben. Maar ik ga ervan uit dat wij dat vrij snel weer op de rails krijgen, die website. En die website, denk ik, is toch een belangrijk, want dat is een centrale plaats voor informatieuitwisseling. Het is onze bibliotheek. Alle documenten voor asfaltdijkbekledingen kan je daarop terugvinden. Kon je daarop terugvinden. Dus dat willen we zeker terugbrengen, want dat is denk ik toch een stukje forum. Gemeenschappelijk forum waar iedereen terecht kan. Goed, dan nu naar het programma van vandaag. Het is een strak programma. Zoals jullie al zien, bij het ochtendprogramma zit er ook geen koffiepauze in. Nou, wees niet al te ver ontrust. De koffie staat hier. Als je zin hebt, kan je de hele dag door kan je koffie pakken. Ja, en ik nodig jullie dan ook uit om daar gebruik van te maken. Dan over het programma. We beginnen om 9:45 met een inventarisatie van de onderzoeksbehoeften van Joris van Ruiven. Hij kijkt een stukje terug, hij kijkt een stukje vooruit. En hij schakelt jullie in. Het is ook een stukje interactiviteit, want het blijft op slotverrekening ook een workshop. Daarna gaat Bernadette ons iets vertellen over het levensduurmodel. En daarna komt er een workshop over kwaliteitszorg door Inge van Vlisteren. En daarna lunch.
De lunch, dat wordt een lunchbuffet. En dan na de lunch vertelt Ronald Habrink iets over Miramap. En wat dat kan betekenen voor asfaltdijkbekledingen. En daarna neemt Ruud Joosten neemt het over. Dan verdwijn ik langzaamaan uit beeld. En dan hebben we vanmiddag een bezoek aan een locatie. Ruud geeft ons een inleiding. Die geeft ons aanwijzing waar we moeten zijn. En die legt ons ook uit wat er gaat gebeuren. En daarna de sluiting. Toch nog een paar dingen daarbij. Even kijken dat ik niks vergeet. We gaan daar naartoe met eigen auto's. Nou weet ik dat niet iedereen met een eigen auto gekomen is. Dus ik nodig jullie uit om tijdens de lunch proberen om iemand te vinden met wie je mee kan rijden. Mocht dat niet lukken, dan kan je je melden bij Bernadette en dan probeert die dat te regelen. Dus we gaan met eigen auto's naar de locatie. Daarna komen we in principe hier niet meer terug. Tenzij natuurlijk mensen meegereden zijn, want om ze aan terug te laten lopen, dat wil ik je niet aandoen. Dus dan moet je ook even kijken van wie rijdt hier, wie komt hier terug. En misschien is er ook nog een mogelijkheid dat mensen meteen naar een treinstation gebracht worden. Ja, dat proberen we in de lunch even allemaal onderling te regelen. Nou, zoals ik zeg, we komen hier niet meer terug in principe. Alleen maar om mensen af te zetten. En dan wil ik jullie verder nog vragen om voor de rest van het ochtendprogramma in ieder geval. En tijdens de presentatie vanmiddag om jullie telefoon uit te zetten of in ieder geval zacht te zetten.